Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 48 hier in Italië. De vorige wedstrijd in Nederland verliep uitstekend, we hadden daar weer een 1-2'tje gehaald, weer de maximale score behaald. Tot nu toe in alle grote prijzen hebben wij telkens de snelste raceronde weten te noteren en tot nu toe hebben we alle grote prijzen gewonnen. In Nederland werden wij constructeurskampioen. We kunnen vandaag ook wereldkampioen worden bij de coureurs. Daarvoor moeten wij de wedstrijd winnen en dat snelste race van de punt op ons naam schrijven. Maar goed, ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. We hebben wat evenementen die we moeten doorstaan, een aantal dilemma's. We moeten gewoon goed kiezen wat het beste past voor ons. Zoals deze. Gaat de focus omhoog, maar of gaan wij voor het geld? Dat is een hele lastige. En dan ga ik denk ik toch voor de focus. Jazeker, Max Verstappen is belangrijker dan geld. Want dat krijgen we toch aan het einde van het seizoen. Want we zijn constructeurskampioen in seizoen 3 geworden namelijk. Kijk, maar daar staat de hele grote trofee aan de rechterkant. Het was even snel. 96 dagen totdat Verstappen zijn contract afloopt. Ik wil ervoor zorgen dat Max ook volgend seizoen bij ons blijft. Het zou wel vet zijn, want met Max kan ik het uitstekend goed vinden. In Nederland was het wel op het randje. Het was echt een spetterend gevecht voor de overwinning. Maar toch hadden wij hem gewonnen. Italië verwacht ik veel van. Ik verwacht ook veel van Max Verstappen. Hopen dat hij naar de pole position kan en dat wij op P2 kunnen gaan starten. Of andersom. Want slipstream is hier oh zo belangrijk. Als je hier geen slipstream hebt, ben je de pineut. Dus dat moeten wij heel goed in ons achterhoofd houden. 21 race-overwinningen deze carrière-mode behaald. Dat is goed om te zien. We staan nog steeds bovenaan bij de Research and Development boom. En dan zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan met de kwalificatie voor de grote prijs van Italië. We zijn aanbeland bij Italië, maar we hebben een fout. We hebben een fuel system fout. There's an issue in the fuel system. We don't think it's anything terminal, but it is going to take some time to investigate and repair. Het is iets intern, zegt Jeff, en dat heeft wat tijd nodig om het te laten repareren. Nog ongeveer 2 minuutjes in de auto, dus dat moet wel goed komen. Ik zit even na te denken om misschien componenten te laten vervangen of terug te draaien. Maar ik denk dat ik het gewoon zo ga houden. Dan zijn we uiteindelijk naar buiten voor onze eerste run in Q1 met nog ongeveer 13 minuten op de klok. Lundgaard rijdt op een P8, terwijl Bottas met een 1.18.9 de snelste tijd rijdt. We hadden daar even een klein beetje last van de Alfa Tauri coureur van volgens mij Yuki Tsunoda of Pierre Gasly, weet ik niet zeker. Maar we kunnen onze weg vervolgen. We nemen hier gewoon de binnenkant om zo min mogelijk tijd te verliezen. Zet een paars in sector 2 neer, groen in sector 1. Want we hadden een 1.20.0 laten noteren. En dat was goed genoeg voor een P13. Nou vind ik dat zelf niet goed genoeg. We stappen op P1, maar het is pas Q1, Jeff, niet Q3. En we gaan naar een P3. We zijn aanbeland bij Q2 en ik ga het proberen om op die medium band te kwalificeren. Want in de race is er geen regen voorspeld. Verstappen gaat denk ik ook precies hetzelfde doen. En de topsnelheid is gewoon 355 km per uur. Missen daar wel een klein beetje de apex. Komen niet goed uit bij bocht 2. En verliezen wat tijd richting de run naar bocht 3 toe. Dus moeten dat zometeen goed zien te maken. Kom aan bij Parabolica. Iets te wijd. En Russell zet de snelste tijd neer. Met een 1.18.8. En wij pakken hem niet af, komen 39.000ste tekort. Nog eens naar een 1.18.0. Wij naar een 1.18.9. En gaan er nog een keer voor zitten voor een tweede run op deze medium compound. Hebben een beetje last van Esteban Ocon die daar in de weg rijdt.
groen bij de delta, een tiende onder onze eigen tijd. Dus dat is goed om te zien. We zijn dolvissen naar P4, omdat Checo Perez naar P2 is gegaan. Zet er groen in sector 1 neer, 2/10 boven de tijd van Perez en hebben hier last van Esteban Ocon. Dan hebben we hem uiteindelijk verschalkt, hebben een corner cutting gekregen vanwege het te enthousiast rijden over die broodjes. Zo worden die dingen ook genoemd, namelijk in de echte wereld van de Formule 1. Komen aan weer bij Parabolica. Beetje op het gas. Verliezen wat momentum. Maar komen bij start-finish en dat is een 1:18.6. En ik denk, weet je wat? We gaan gewoon naar de softbanden en gaan kijken waar wij neerkomen. We zijn dus als laatste naar buiten gegaan. Daar rijdt weer een Alfa Tauri voor ons. Pierre Gasly. En ik kan er nu voor kiezen om te zeggen, stel mijn tijd is genoeg, dan stop ik ermee. Dan haak ik af. Iedereen komt over start-finish. P7. We hebben slipstream van Pierre Gasly. Lewis Hamilton naar de snelste tijd. We stappen naar de snelste tijd met het 1:17.1. Wij gaan gewoon nog door, want we staan op een P10. En we zijn door naar Q3. Goed gedaan. Dan zijn we aanbeland bij het laatste deel van de kwalificatie. Ik ben er als laatste naar buiten gegaan op een 1 run. Waarom? Ik wil een setje banden gaan besparen. Verstappen denkt daar hetzelfde over en is binnen geweest. Die staat nog steeds binnen en dat is geen verstandige keuze. We laten iedereen hier voorbij om misschien te zorgen van die slipstream. Daar hebben we ook Lewis Hamilton volgens mij. Dat was Valtteri Bottas, excuseer. Valtteri Bottas lieten wij voorbij. En we gaan zo meteen kijken of wij naar de pole position kunnen komen. Van P10 naar P1. Dat zou vet zijn. Verstappen neemt de gok en gaat niet naar buiten. Hetzelfde geldt voor Guanyu Zhou. En daar gaan we dan. DRS geopend. We hebben voldoende afstand naar Valtteri Bottas. De topsnelheid is hier 355 km per uur. Eerste bocht nemen wij goed. Tweede bocht nemen wij heel goed. Momentje overstuur, maar dat is geen probleem. We stappen nog steeds voorlopig op pole position met nog ongeveer 40 seconden op de klok. Wij gaan kijken wat wij gaan noteren in sector 1. 16e onder de tijd van Checo Perez. Oh, we schieten wel een klein beetje door en krijgen een corner cutting. Want we vlogen als het ware over het circuit heen door een broodje. De curbstone heet dat. We komen aan bij het DRS gedeelte in sector 2. We hebben hier ook slipstream van Valtteri Bottas. Dus we kruipen er eigenlijk als het ware naartoe. Dat komt door die vieze lucht die wordt geblokkeerd. En zet er paars in sector 2 neer. Charles Leclerc pakt de pole position af van Max. Carlos Sainz pakt die pole position af van Charles Leclerc. Beide vragen is op 1 en 2. Daniel Ricciardo naar de pole position. In Italië kunnen wij daar een stokje voor steken. Norris naar P6. Komt tekort. Sorry, Norris naar de pole. Verstappen is de pineut. En waar komen wij te staan? Fantastic. You've got pole. Yes. We hebben de pole position veroverd. Met 1 run. Door als allerlaatste naar buiten te duiken. Hebben wij de pole. Verstappen verslagen door een tactische blunder. Wij dus op pole position. 14 in erachter. Lando Norris 17 in erachter. Daniel Ricciardo. Dus de McLaren zit erbij. En Verstappen P9 op 1 seconde. Dat is teleurstellend. Een tactische blunder van Max. Zorgt ervoor dat hij op P9 start. Wij dus op P1. Daar gaan we dan voor de grote prijs van Italië. Voor carrière aflevering 48. Welcome back to one of only two countries that has held a race every year since the very first Formula One World Championship in 1950. It is, of course, Italy, one of the great racing nations. And it's time to get underway for the Italian Grand Prix. We're 12 miles northeast of Milan for today's Grand Prix at a Monza circuit where we can expect top speeds of around 215 miles per hour. 11 corners on this 3.6-mile track, with 7 of those coming in the form of chicanes. And with a good slipstream and DRS open, there should be plenty of opportunity for some passing here today.
Anthony Davidson, thanks for joining me once again for the Grand Prix. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. Moving on to the rest of the grid, we have Bottas, Perez, Carlos Sainz, and Leclerc, Hamilton, Verstappen, Russell, and Esteban Ocon. Norris, they've taken a grid penalty. Gasly, Yuki Tsunoda, and Stroll, Armstrong, Eilert, Antonio Giovinazzi, and Nicholas Latifi, Joe, Mazepin, Mick Schumacher, and Christian Lundgaard. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen in deze grote prijs. We starten vanaf pole position naast ons Daniel Ricciardo, achter Daniel Lando Norris. Twee McLaren's in de top 3. Soft medium is strategie, geen regen voorspeld. Neem extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 48 hier in Italië. Het zou vandaag de dag kunnen worden dat we een tweevoudig wereldkampioen kunnen gaan zijn. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En Ricciardo is beter weg en heeft de leiding al veroverd. Toedeledoki, zegt Daniel. En wij zijn dolverwezen naar P2. Komen hier wel terug en remmen heel laat naar Australië. Dat is gelukt. Dan is deze knik voor ons. En dat is P1 weer heroverd. Perez en Leclerc hebben het met elkaar aan de stok voor P4. Norris is slecht weggekomen. Maar Ricciardo zet een tegenaanval in voor de leiding. Wij verdedigen heel scherp. Zetten paars in sector 1 neer. En Ricciardo kan hier niks. Waar is Max? Geen flauw idee. Maar wij moeten even de auto zien te positioneren dat Daniel Ricciardo er niet langs kan. Gooi onze overtakenknop aan om hem van ons af te schudden. Maar dat lukt niet. Ricciardo zit binnen 2/10 van ons. Perez binnen 16 en zet de paars in sector 2 neer. Dat is goed om te zien. Maak dan een klein foutje. En Ricciardo zit in de slipstream. Die zit eraan te komen voor de leiding in de wedstrijd. Dat gat is een 1/10 ongeveer. Perez naar P3, Leclerc naar 4, Bottas 5 op 1,2 seconden. We zitten in ronde nummer 2 zometeen. Jazeker, dat gat is ongeveer 2/10 en wij slingeren wat op het rechterstuk om te zorgen dat we van die slipstream kunnen breken. Maar daar zit Ricciardo aan die buitenkant. Er is weinig ruimte en we knijpen hem af. En dat is goed om te zien. Wij hebben trouwens de snelste raceronde op onze naam gezet met een 1:22.8. Dan heeft Ricciardo hier een goede run. Naar bocht nummer 3. Kijkt aan de buitenkant. Lukt niet. En dan zit hij hier klem. Wij zetten paars in sector 1 neer. We zijn 1,8 seconden sneller. En Ricciardo kan hier helemaal niks. Dat gat is 2/10. Perez zit op 1/18. Leclerc op P5 met het gat is ongeveer 2 seconden. Bottas op P4, het gat is 1,6. En hier kan Ricciardo helemaal niks. Zet er weer paars in sector 2 neer. We zitten in ronde nummer 6 als wij Ricciardo van ons hebben afgeschud. Het gat is 4,4 seconden. Maken we wel een klein foutje vanwege concentratieproblemen die ik heb tijdens een grote prijs. Waarom? Het is een hele lange wedstrijd, 27 rondes. Ik heb ongeveer 50 minuten lopen opnemen, dat is best wel lang. Singapore is trouwens nog langer. Het duurt ongeveer een uur en een kwartier over voor de hele wedstrijd. Maar goed, ander verhaal kort. Ik heb gewoon lang moeten racen, dus concentratiefoutje kan gebeuren. Herhaling van de start van de grote prijs van Italië met die bloedsnelle Daniel Ricciardo. De lampen waren uit en we waren onderweg, maar Ricciardo was beter onderweg. Ricciardo was gewoon veel beter weg, afknijpen had al geen zin meer. En we waren even kort naar P2. Dan kijk ik hier weer terug aan de buitenkant.
en neem ik hier meer snelheid mee. En dan blokkeer ik hier Daniel en kan hij nergens naartoe. Maar dan komt hier een lang recht stuk met slipstream en al. En Ricciardo rijdt er gewoon naartoe, kijk maar. Perez zit er ook niet te ver achter. Dan kan Ricciardo helemaal niks hier. En zo hadden wij P1 nog steeds in handen in de openingsronde van de Grote Prijs van Italië. Hier dan een herhaling van Daniel Ricciardo met die megastart. Hij kwam gewoon veel beter weg. We proberen nog af te knijpen, alleen dat is gewoon zinloos. En dan denkt Daniel, hey, ik heb de leiding veroverd. Maar dan komen wij terug in de slipstream. Kijken hier naar de buitenkant. En dan is die binnenkant voor ons. Voordeel van Italië is, je kan hier makkelijk inhalen. Kijk maar, Ricciardo heeft die slipstream, gooit een overteken op aan. Kan daar niet echt veel. Nee, want wij houden de auto gewoon lekker breed. Herhaling dus van ronde nummer 2. Wij proberen hier de slipstream te breken. Ricciardo gaat met ons mee. Kijk daar hier naar de buitenkant. Daar is heel weinig ruimte. En dat weet Daniel ook. En die moet hier eieren voor zijn geld kiezen. En gaat niet door met die aanval. Was bloedje link, maar toch alles clean gebleven tussen ons. Dan heeft Ricciardo hier weer een betere exit. Wij verdedigen die binnenkant. Hier ook weer heel close. En Ricciardo moet daar zelfs op de rem gaan staan. Dan houden we de auto hier gewoon mooi breed. En zo kan Ricciardo verder niet aanvallen. In ronde nummer 2. Maar de McLaren zitten er goed bij. Ja, en dan kan Ricciardo hier ook niet terugkomen op dat rechte stuk. Einde verhaal voor Daniel. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Als het geel is in sector 2, daar valt iemand stil. En dat is volgens mij een Mercedes-coureur. Dat is Valtteri Bottas die uitvalt. Jazeker, Bottas uitgevallen in de wedstrijd in ronde nummer 7. Een kort race voor Bottas. Zo is het. En wij zijn een tiende langzamer. Dat gat naar Perez is 4,1 seconde. En Verstappen is al naar P3. Dat gat is 4,4. Geel in sector 2. Bij Ascari. Herhaling van Bottas. En dan is het hier gedaan. Motorproblemen voor de Fin. Dan doet hij dit ook wel hartstikke dom om weer terug naar de racelijn te gaan. Dat is sowieso niet slim. En dan parkeert hij hem hier. Dat is wel slim van Valtteri. We zitten in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Als Perez en Ricciardo naar binnen zijn voor hun eerste pitstop. Die zijn trouwens naar binnen geweest. Voor hun eerste pitstop. Verstappen duikt naar binnen voor de medium compound. En gaat voor een undercut. Wij gaan dus langer door dan de rest van het veld. Wat doet Yuki Tsunoda? Duikt hij ook mee naar binnen. Rijdt trouwens op podiumkoers en Verstappen naar de medium compound. Jazeker, Yuki Tsunoda duikt mee naar binnen. Perez weer terug op het podium. Ricciardo weer terug op het podium. En Verstappen komt gewoon als nummer 2 weer de baan op. We zitten in ronde nummer 13. Nog steeds. En we duiken naar binnen voor onze late pitstop. Krijgen de auto net genoeg afgeremd. En ik denk wel dat dit een veilige pitstop moet gaan worden. Want we hebben gewoon ongeveer 25, 26 seconden naar Verstappen. Ik versprak me eventjes. Maar het is geen probleem. 2 seconden. Een goede pitstop. En we komen terug als nummer 1 het circuit weer op. En hebben dat snelste race-rondepunt in handen. Dus zoals het er nu voor staat, zijn wij zometeen tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1. Ziet er wel een klein beetje door vanwege de koude banden. Maar we houden de boel gewoon netjes op orde. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Als we zometeen ronde nummer 17 al erin gaan. Dat gat is naar Verstappen is 3,7 seconden en wij zetten de snelste race onder neer met 1.19.8. Zijn een tiende sneller. Nog 10 rondes te gaan trouwens. En voor ons rijdt een
Aston Martin. Jazeker, ik wou eigenlijk een Alpine zeggen, maar het is een Aston Martin van Lance Stroll. Die wordt op een ronde gezet door ons. Jazeker, Stroll dus op een ronde gezet. Hij zit dus in ronde nummer 17, wij in ronde nummer 18. Het gat naar Verstappen is 3,1 seconden. Dus dat is hij aan het dichtrijden. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Als we groen in sector 1 en 2 noteren. Het gat naar Verstappen is 4 seconden. Dus dat wordt wat groter. En we moeten dat alleen maar groter en groter zien te maken. En noteren weer de snelste raceronde met een 1.19.6. Het zijn 2 tienden harder gegaan. Het gat is 4,0 seconden naar Verstappen. En 17,9 naar Sergio Perez. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor de Haas-coureur van Nikita Mazepin. Denk ik. En wij hebben hier een slipstream en overtakeknop aangezet. Jazeker, dat is Mazepin. En profiteren van de slipstream. We kijken naar de binnenkant. Terwijl we een track limit waarschuwing voor krijgen. Dus dat was eigenlijk niet de bedoeling. We moesten gewoon naar de buitenkant kijken. Maar ik was te egoïstisch. In ieder geval Mazepin voorbij gegaan. We zitten in ronde nummer 22. Als we daar Christian Lundgaard hebben. Die wordt op een ronde gezet. En we zitten paars in sector 1 neer. Groen in sector 2. Wordt dat weer een snelste raceronde punt? Of een snelste raceronde verbetering? Dat is de vraag. Net niet, een tiende langzamer. En dat gat naar Verstappen is 4,4 seconden. Dat is nu 3,8. En we zitten in ronde nummer 23 als we daar Mick Schumacher hebben. Die op een ronde wordt gezet. Goed gedaan, Mick. Goed gedaan. Ging daar mooi aan de kant. Aan de linkerkant natuurlijk waar het vuil is. En wij raasden er gewoon voorbij. Dat gat naar Verstappen is 4 seconden. We zitten in ronde nummer 24 en Latifi is ook op een ronde gezet. Nog 3 rondes te gaan in de wedstrijd. 21,4 seconden naar Daniel Ricciardo. Bijna 25 seconden naar Lando Norris en die rijdt op P5. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd als het gat naar Verstappen 2,1 seconden is. Dat gat is hij aan het verkleinen. Maar ik denk dat het te laat is voor hem. Norris zelfs helemaal weg, want Hamilton na P5. McLaren schiet hier zichzelf in de voet. Had gewoon de kans op een dubbel podium, maar vergooit dat. Dat is klaar. Dit gebeurde met Norris. Oh, daarom is hij dus weg. Norris is dus gespind. In de ene laatste ronde. Oké, had ik niet gezien. Maar blijkbaar is er dat gebeurd. En daardoor is Lando Norris zoveel posities gedaald. We zijn aan boord bij de Brit. Wat gebeurt daar dan? Hij geeft gewoon gas op een curbstone. Ja, dat is gewoon oliedom. En dan krijg je dit. Grindbak. En dan moet Norris hier uitkijken voor verkeer. En dan komt hij terug op een plek die hij niet fijn vindt. Jammer voor hem. We zitten inmiddels bij het laatste deel van de grote prijs. We komen zo meteen aan voor de geblokte vlag. We gaan hier weer een wedstrijd winnen in Italië. Volgens mij zit onze 14e race uit onze carrière. Terwijl we daar trouwens bijna een cruciale fout maakten. Maar we hebben het gered. Dat betekent ook dat wij wereldkampioen zijn bij de coureurs. Jazeker, Jeff. Tweevoudig wereldkampioen zijn wij. Verstappen een 1-2'tje. Pakken weer de volledige score in een rode prijs. Gaan we het lekker vieren met het team. En gaan ze opmaken voor de volgende wedstrijd in Rusland. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. Talk to me, Hans. What was it that set them apart from the competition today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car.
These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van de grote race van Italië, wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook de snelste race van de punt. Wanyu Zhou krijgt driver of day Verstappen van P8 naar het podium, doet hij goed, komt 1,4 seconden tekort voor de overwinning. Ricciardo pakt het laatste podium voor McLaren. Res 4, Hamilton 5, Leclerc 6, Sainz 7, Norris 8, teleurstellend. Na die spin, Wanyu Zhou 9, doet hij goed door van P19 naar P9. En Russell pakt het laatste punt voor Alpine. Ocon 11, Gasly 12, Yuki Tsunoda 13, Marcus Armstrong 14. Dan is het wachten voor de volgende. Giovinazzi, Aylut, Latifi, Schumacher, Lundgaard, Maaspen, Stroll en Bottas. 130 punten verschil naar Verstappen. Dat betekent dat we dus officieel coureurskampioen zijn geworden. 325 punten verschil naar Mercedes of McLaren. En die titel hadden wij allang binnen. Dus dat betekent, de dubbel is nu ook officieel van ons. We zijn gewoon een tweevoudig wereldkampioen bij de coureurs. Een enkelvoudig wereldkampioen bij de constructeurs. Mede dankzij Max en mijzelf. Heb je genoten van deze grote prijs? Beloon dan zeker met een like. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Karemont content. Schakel ook gelijk dat belletje aan als je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Wil je meer afleveringen zien? Druk dan op het i'tje. Daar staat de playlist van My Team Career Mode. En zou ik graag zeggen, abonneer gewoon voor meer. Je doet me gewoon een plezier mee als je gewoon op die rode abonneerknop drukt. Dus zeker doen. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Rusland.